Voor het op maat maken van gipsblokken wordt vaak een cirkelzaag gebruikt. Hierbij komt heel veel stof vrij. Het inademen van dit stof is ongezond. Het is daarom belangrijk dat je ervoor zorgt dat je zo min mogelijk stof inademt. Je kunt afzuiging toepassen, maar wanneer deze er niet is, dan kun je beter adembescherming gebruiken. Koen gebruikt hier een zaagmachine zonder afzuiging. Hij draagt hierbij een filterend masker welke het stof tegenhoudt. We meten nu de stofconcentratie achter het masker. De rode balk en de grafiek geven de stofconcentratie welke Koen inademt. Je ziet dat er wel wat stof wordt ingeademd, maar dat is niet zoveel dan wat hij ingeademd zou hebben als hij geen masker gedragen zou hebben. Dit laten we in het volgende filmpje zien. Dit is dezelfde situatie, maar nu meten we de stofconcentratie buiten het masker. Je ziet dat in dit geval de rode balk snel uitslaat en dat de lijn in de grafiek hoog blijft. Zelfs meer dan wat het meetinstrument kan meten. Dit is dus de hoeveelheid stof welke Koen zou hebben ingeademd als hij geen masker gedragen zou hebben. Het verschil is overduidelijk. Door toepassing van adembescherming kan de blootstelling aan stof aanzienlijk worden teruggebracht.